Soms heb je van die recepten en die zijn echt te mooi om waar te zijn. Dit is er zo eentje. Dit is helemaal verantwoord voor low carb, paleo en ketogene lifestyle. Ik maak het al een aantal jaar en het staat op mijn vaste lijstje als prima broodvervanger. Het is zo ontzettend makkelijk. Het enige wat erin gaat is gebroken lijnzaad, chiazaad, kokosolie, snufje zout. Had ik nou nog iets? Oh ja, eitjes. De hele mikmak bij elkaar in een pannetje. Kluts kluts, hatse flats in de pan. Klaar ben je. Ik zal het je laten zien. Dus eventjes de kokosolie, laat je hem een tikkeltje afkoelen en dan kun je hem daarna bij je beslag doen. Intussen hang ik jullie weer eventjes op zijn kop. Nou, zoals je ziet is het super simpel. Met een klein jus-lepeltje kun je heel makkelijk een aantal van die cirkeltjes draaien in de pan. En als de pan eenmaal goed heet is, nou dan is het ook zo gaar. Dus let op dat ze niet verbranden. Nou, zoals jullie hebben kunnen zien was het dus echt super simpel. De moeite waard om tussendoor voor sneller op. Ik zit te kijken, ik zie iemand in de tuin. Nou ja. Maakt het niet uit. Ik heb hier 18 van die platte broodjes gebakken. Het beestje moet een naam hebben. En ik zal zo meteen de macronutriënten hier neerzetten. En als je helemaal op het einde van de video kijkt, zie je aan. Serieus? Mijn camera valt. Zie je aan deze kant zo meteen. Links naar andere lekkere en makkelijke recepten. Bye bye!